Welkom allemaal. U mag gaan zitten. Heel hartelijk welkom in het Domkerk. En natuurlijk ook de mensen thuis die de livestream volgen. Heel hartelijk welkom bij de Dies Natalis, oftewel de verjaardag van de Universiteit Utrecht. Ik ben Naomi Kok-Louise, alumna. En ik heb de eer om jullie voor de derde keer op rij door het programma te leiden. En daar heb ik weer super veel zin in. We hebben vandaag een heel belangrijk thema, namelijk de klimaatcrisis. En om die reden is het ook een graadje kouder in de Domkerk dan we gewend zijn. Dus mocht u mijn stem horen trillen, dan is het dus niet omdat ik zenuwachtig ben, maar gewoon omdat ik koud ben. Welcome at the Dies Natalis of Utrecht University. My name is Naomi Kok-Louise and I'm honored to guide you through today's program. As always, we will be using both Dutch and English. Translations of the speeches are available in both languages on the UU website. The theme of today is a very important one. It is the climate crisis. And because of that, it is a little bit colder in the Dom Church than during previous events. But just remember, we're in this together. En dan nu is het tijd voor het eerste onderdeel van vandaag. En daarvoor geef ik graag het woord aan rector magnificus, professor Henk Kummeling. Warm applaus. Thank you, Naomi. Dear guests here in the Dom Church and those watching us via the live stream. Welcome to the Dies Natalis of Utrecht University. Also on behalf of my colleagues, Anton Pijpers, Margot van der Starre, and Anneloes Krul. A special welcome to our alliance partners and our international guests. Her Excellency Ms. Lisa Helfland, she's Ambassador to the Netherlands of Canada, and His Excellency Mr. Heinz Edmund Walker, Ambassador of Switzerland. And particularly to our honorary doctorates, Professor Corinne Le Quéré and Professor Sonia Senevirathne. We are delighted to have you in our midst and to honor your outstanding contributions in understanding and combating climate change. Some of the small changes, choices we have to make in this fight will affect us directly, and Naomi already alluded to that. Like our choice today not to use the heating installation of the Dom Church. That might explain that you might feel a bit chilly. I hope that everyone is dressed appropriately for these temperatures, or that you are one of the happy few who got their hands on one of the blankets. Now, on a far more serious note, the chosen theme for this year, the climate crisis, is not celebratory. But we feel it is vital to debate this urgent topic that many of us work on and worry about. Our researchers have contributed to the scientific consensus on climate change. For example, the IPCC reports, which summarize the current knowledge and have accurately predicted what is to come. And that is that the climate is changing and the consequences are devastating. That not everybody is ready to accept these harsh truths became clear during the recently held provincial elections in the Netherlands. But I stay optimistic. It might well be that the resistance against all kinds of governmental measures are not so much based in the denial of scientific knowledge as such, but more in the type of interventions that the government has in mind and the way they are being presented. Here at Utrecht University, we have a great deal of knowledge about how the climate functions, how it affects health, but also about how institutions can contribute to transition, as well as what kind of culture determines and perpetuates our approach to nature. To further improve that knowledge, we work together with many partners, globally and locally, within the city of Utrecht, the province, and neighboring municipalities, especially Bunnik, Amersfoort, and Zeist, whose mayors are here with us today, and we appreciate that very much. But we also have collaborations in a completely different region in the Netherlands, with our partners in the Delta Climate Center,
in Vlissingen, the province of Zeeland. Here we will investigate the possibilities of a sustainable, climate-resistant and prosperous delta in Zeeland. And in doing so, we hope we might offer solutions for deltas around the world, which are under pressure due to rising sea levels and deterioration of ecosystems. A bit closer to home, the film crew of Orange Film spoke to our students and staff to hear how they feel about the climate crisis. And I suggest that we take a look together. I look here. Okay. Ja. Ja. Ik maak me best wel erg zorgen over de klimaatverandering. Ja, wel is. Ja, ja, no, I am. In de jaren 90 kon je nog denken dat de klimaatcrisis werd aangekondigd. Als we niet handelen, dan. Op dit moment zitten we er middenin. Ik probeer er ook zo min mogelijk druk over te maken. De Universiteit Utrecht doet denk ik wel heel erg zijn best, maar er zouden zeker meer dingen gedaan kunnen worden. I hope they're doing enough. Ze kunnen bijvoorbeeld in de begrotingscyclus meenemen welke uitgaven er worden gedaan aan duurzaamheid. Dat is nu nog niet echt heel duidelijk. Maar het is natuurlijk wel, ze doen al wat stappen, zoals dat ze klimaatneutraal willen zijn in 2030 en een Green Office die heel veel initiatieven heeft. Zelf mis ik een beetje een visie over hoe we klimaatneutraal tegen 2030 gaan worden, want dat is wat we graag zouden willen. Ja, ik heb wel het idee dat klimaatverandering iets is waar je echt mensen uit alle vakgebieden bij nodig gaat hebben. Ik denk dat het echt belangrijk is dat de Universiteit Utrecht hun partnerships met de fossiele industrie verbreekt, waardoor zij gedwongen worden om hun richtingen te veranderen. Sommige collega's zeggen ja, ik ben gewoon afhankelijk van de funding of soms de technologische know-how. Ik vind eigenlijk dat wij moeten van een ja-mits naar een nee-tenzij. I do personally think it depends a lot on the type of collaboration and the topic. Academics are really people trained to kind of analyze the data and search for the facts and really search for the truth despite their own personal beliefs. I think those people are really perfect to be activists, right? Because in this day and age, who else can we trust? Ja, ik zet me in voor dit onderwerp. Omdat het echt de grootste bedreiging is voor het leven op aarde nu. The university could really be that pioneer towards making people excited for the future and about what the possibilities could hold. Okay, I think it's important to keep this conversation going, also when it's uncomfortable or confronting. And that is why last week we came together with some 40 students and staff members during the first deep democracy session on collaborations with the fossil industry. The discussions were quite vigorous. Still, I was inspired to see how many people with seemingly opposing views on the matter were able to come together and have a very meaningful and constructive conversation. What struck me especially was the sense of urgency that was shared by all the attendees, no matter their personal convictions about the best way to move forward. We will repeat this exercise in May and we will draft a plan of frameworks and ambitions based on these conversations. Our keynote speech today by Professor Lisbeth van der Grift gives a historical perspective on the climate crisis. Lisbeth is professor of international history and the environment at Utrecht University. She points out that many environmental problems have been on the agenda for a long time. Does that make the history of the climate and biodiversity crisis a chain of missed opportunities? As Timothy Snyder said, history does not repeat, but it does instruct. I hope that an historical perspective, like the one Lisbeth offers, can help us to calibrate the course to a sustainable future and to go full steam ahead in that direction. Of course, electrified in every meaning of the word. With these thoughts and messages, I wish you all an inspiring DS ceremony, and I now invite you to give all your attention to the DS lecture delivered by Professor Lisbeth van der Grift. Thank you. Geachte toehoorders, ik wacht tot er een beeld verschijnt waarmee ik mijn verhaal begin. Ja. Dit is Eisenhüttenstadt, midden jaren 50.
vlakbij de Poolse grens gelegen en hier verbeeld door de Oost-Duitse schilder Bernard Kretschma. Hij toont ons een stad in aanbouw. Op de achtergrond de hoogovens, in 1950 in werking gesteld. Rechts voor de wooncomplexen, ook in aanbouw, die plaats boden aan industriearbeiders en hun gezinnen. Groen en ruimte ertussen omwille van de leefbaarheid. Eisenhüttenstadt was een modelstad. Hier zou de ideale samenleving op socialistische grondslag gebouwd worden. En dan, op de voorgrond van het schilderij. Mensen op de fiets, aan de wandel met de hond, aan het verpozen in de natuur, maar wel tegen een achtergrond van zwarte rookpluimen, uitgehoest door het industriecomplex. Dit beeld is kenmerkend voor de naoorlogse jaren in Europa. Na de diepe ontwrichtingen van de Tweede Wereldoorlog volgde een periode van economische wederopbouw in Oost en West. De rookpluimen verbeelden industriële activiteit, verhoogde productiviteit. Ze waren het onvermijdelijke bijproduct van vooruitgang en werden indertijd in de publieke beeldvorming niet als problematisch gezien. Dat geldt niet alleen voor de socialistische heilstaat, maar ook voor Nederland. Zie hier camping Rolandsduin in Wijk aan Zee. Mensen die hier jaar in jaar uit onder de rook van hoogovens kampeerden, vertellen dat ze zich niet erg zorgen maakten over het koolgruis en de stank van rotte eieren. De sluiting van hun camping in 1992 vervult velen nog steeds met een gevoel van gemis. Deze twee voorbeelden laten zien dat beeldvorming ertoe doet. Willen we begrijpen waarom mensen in opstand komen of tot handelen overgaan tegen milieuverontreiniging of juist niet? Of waarom regeringen beleid maken of juist niet? Dan is het feitelijke bestaan van die problemen, van de blootstelling aan schadelijke stoffen, van de toename aan CO2 in de atmosfeer, slechts één deel van het antwoord. Net zo belangrijk is het om te begrijpen waarom iets in de ene periode wel als een probleem gezien wordt, maar in de andere periode niet. En dat percepties en ervaringen verschillen, afhankelijk van de sociaal-economische, culturele, religieuze of etnische groep waartoe iemand behoort, of de plaats die iemand in de wereld bewoont. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ze vragen om een brede benadering waarin de natuur- en de geesteswetenschappen, de technische, de medische en de sociale wetenschappen samen optrekken. Om te begrijpen welke verandering nodig is, maar ook om te snappen waarom die moeizaam verloopt. Om te zien dat verbeteringen hier, in Nederland, in Europa, soms verslechteringen elders in de wereld kunnen betekenen. En om te realiseren dat wij als academische gemeenschap niet buiten het systeem staan dat ons hier gebracht heeft, maar daar onderdeel van uitmaken. Bij zulke zelfreflectie helpt een historische blik. De historische wetenschap kan helpen blootleggen hoezeer bestaande denkkaders en de instituties, de manieren waarop we het maatschappelijk leven organiseren, zijn ontstaan en daarmee de uitkomst zijn van historische ontwikkelingen. Dat lijkt misschien een open deur, maar het kan de kijk op het heden drastisch veranderen, zoals ik hier vanmiddag wil demonstreren. Toegespitst op het onderwerp van deze dies, de klimaatcrisis. Het discours van economische groei en het bruto nationaal product als graadmeter van vooruitgang en ontwikkeling werd na de Tweede Wereldoorlog bepalend voor regeringsplannen en voor de ambities van internationale organisaties. Economische groei werd gezien als voorwaarde om materiële welstand, om bestaanszekerheid te kunnen garanderen. Zo ook het vertoog van voedselzekerheid, dat bepalend werd voor het landbouwbeleid gericht op schaalvergroting, productieverhoging en met nauwe banden, met nauwe betrokkenheid van landbouworganisaties.
Beide deden opgang in de naoorlogse context waarin de economische crisis van de jaren 30 en de voedselschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog beleidsmakers nog zeer scherp voor ogen stonden. Deze ervaringen kleurden hun interpretatie van het heden en hun verbeelding van de toekomst, van wat er moest gebeuren en van wat daarvoor nodig was. Met de kennis van nu weten we dat in deze periode de impact van menselijke activiteit op het aardse klimaat en de atmosfeer drastisch toenam. Die oorsprong van ideeën, van instituties, van beleid te herkennen creëert ruimte. Ruimte om je af te vragen of deze uitgangspunten nog steeds bruikbare en relevante kaders bieden om de wereld om ons heen te begrijpen, te ordenen en vorm te geven. En ruimte om ons een andere toekomst voor te stellen. Onze universiteit is zelf zo'n institutie met heel sterke historische wortels, ontstaan in de middeleeuwen en intussen een eerbiedwaardige 387 jaren oud in Utrecht. Haar organisatie in disciplines en faculteiten, haar positie ten opzichte van politiek, maatschappij, bedrijfsleven, is historisch gegroeid. Bestaande structuren, de manier waarop programma's, onderwijsprogramma's georganiseerd zijn, macht verdeeld is, de routines waarmee wij ons werk doen en die ons werk bepalen, zijn, om met de Britse socioloog Anthony Giddens te spreken, zowel enabling, mogelijk makend, als ook constraining, beperkend. Ieder van ons is gevormd in een intellectuele context waarin disciplines een centrale rol speelden, soms ook combinaties van disciplines. En we kennen allemaal de beperkingen van die disciplines en tegelijk ervaren we hoe moeilijk het is om de grenzen daartussen te slechten. Hier zit een merkwaardig probleem. Sociale structuren, zoals academische disciplines, zijn door mensen bedacht. En wij zijn het zelf die ze in ons spreken en in ons handelen reproduceren. Weliswaar zien we de beperkingen van die structuren, maar het kost ons desondanks moeite, als academische gemeenschap hier verzameld, maar ook als samenleving in bredere zin, om die structuren te veranderen wanneer het besef ontstaat dat een probleem niet binnen bestaande kaders opgelost kan worden, of de kaders zelf onderdeel van het probleem zijn geworden. Om deze spanning te begrijpen is, zoals gezegd, kennis van het verleden noodzakelijk. Als historicus kan ik moeilijk een voorschot op de toekomst nemen. Maar het is geloof ik niet controversieel als ik zeg dat we midden in zo'n veranderingsproces zitten. Waarin we een nieuwe richting moeten inslaan, maar het verleden tegelijkertijd aan ons blijft trekken. Neem het onderwerp van deze DS. Een paar jaar geleden, en dat weet ik uit eigen ervaring, zou het CVB de term klimaatcrisis niet gebruikt hebben. Het gebruik van de term in 2023 duidt op een veranderde probleemconceptie door het CVB, de definitie van wat het probleem eigenlijk is. Als Universiteit Utrecht zijn wij bij uitstek toegerust om zo'n verandering te analyseren. Maar daarvoor is wel samenwerking tussen disciplines, maar ook tussen strategische thema's van deze universiteit cruciaal. Zo'n probleemconceptie is gebaseerd op inzichten over de staat van het klimaat en biodiversiteit, over wat er moet gebeuren en hoe dan. Steeds meer gaat het ook om ethische vragen, over verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. En zeker sinds de recente verkiezingen, Henk refereerde er al aan, over democratie en draagvlak. De universiteit is zelf een institutie van de open samenleving en een die mee verandert. Verhoogden de acties van de klimaatbeweging, de betrokkenheid en toegenomen zorg van eigen medewerkers en wellicht ook de acties van andere universiteiten de druk op ons CVB om duidelijker zijn zorg uit te spreken? En laten we vooral de rol van jongere generaties niet uitvlakken binnen de klimaatbeweging en ook binnen onze eigen organisatie. De jeugd heeft de toekomst. Nou, die uitspraak heeft een inmiddels wrange bijsmaak gekregen. In de maatschappij en ook in onze eigen organisatie is de jongere generatie een motor van verandering. Met haar veranderde denkbeelden, haar studie- en stagekeuzes
en haar vraag om onderwijs dat gericht is op haar toekomst. Klimaatcrisis. Deze verschuiving in praten en denken op te merken is belangrijk. Want welke opvatting, welk frame we gebruiken, dominant is in publieke discussies, bepaalt ook in welke richting oplossingen gezocht gaan worden. Zo duidt de klimaatcrisis, de term klimaatcrisis, op een besef van urgentie. In het verleden werd het woord crisis gebruikt om dat moment aan te geven, het ziekteverloop waarop de zieke of beter wordt of bezwijkt aan de ziekte. Een crisis is dus een noodsituatie. En spreken over klimaatverandering in deze termen geeft een boodschap af dat business as usual niet langer mogelijk is. De deep democracy dialogen over samenwerking met de fossiele industrie zijn daar een uitvloeisel van. Er wordt naar nieuwe vormen gezocht in een tijd waarin de oude niet meer voldoen. Daar hoort ook bij zelfreflectie. Laten we deze dies aangrijpen om ongemakkelijke vragen te stellen. Wie financiert ons onderzoek en wat zijn daar de bedoelde en de onbedoelde gevolgen van? Bereiden we studenten voor op wat hun toekomst gaat zijn? En kunnen we dat überhaupt? En luisteren we voldoende naar hun wensen en zorgen? En hoe kan de universiteit, om met UvA-rector Peter Paul Verbeek te spreken, tussenruimtes creëren waarin reflectie en actie, afstand en betrokkenheid gewaardeerd worden? Aan ons de opdracht om dit gesprek nu te gaan voeren als brede academische gemeenschap en met oog voor de maatschappelijke context waarin wetenschap opereert. Dank voor uw aandacht. Thank you, Lisbeth, for this insightful and motivating speech. Thank you very much. And now it is time for a significant moment in today's ceremony, namely the awarding of two honorary doctorates. Dear colleagues, dear friends, dear students, dear honorary doctors, dear all. Now we've come to a very ceremonial but also very festive part of our gathering, the bestowment of honorary doctorates. Therefore, I warmly welcome you, all of you joining us via the live stream from all corners of the world, and especially the UK, Canada, and Switzerland. This year, the Board for the Conferral of Doctoral Degrees has, once again, come up with some truly great candidates. This year's candidates both contributed greatly to research in the field of climate change. Therefore, they fit perfectly to the theme of our celebration. That is why, with great pleasure, I shall now bring into effect the decision of the Board for the Conferral of Doctoral Degrees. On the recommendation of the Deans of the Faculty of Geosciences and the Faculty of Science, and after hearing the Board of Utrecht University, the Board for the Conferral of Doctoral Degrees decided to award two honorary doctorates causa. Professor Corinne Lequery and Professor Sonia Seneviratne will each receive an honorary doctorate in recognition of their outstanding accomplishments. The academic community of Utrecht University was honored and pleased to learn that they were willing to accept these awards. I shall now proceed to confer the honorary doctorate on Professor Corinne Lequery. In this following video, Professor Detlef van Vuren sets forth the grounds on which the decision to confer the honorary doctorate on Professor Corinne Lequery is based. My name is Detlef van Vuren, and I'm a professor here at Utrecht University. Today, I'm honored
to acknowledge the exceptional work of Corinne Le Querré. Climate change is one of the most pressing issues of our time, and therefore understanding both the sources and sinks of carbon dioxide emissions is essential to formulate effective strategies to respond to climate change. How much CO2 is emitted by fossil fuels and by land use? And how much CO2 is absorbed by oceans and ecosystems? Our understanding of the global carbon balance is informed by the exceptional work of Corinne Le Querré at the University of East Anglia. And this is not done only by her work on marine ecosystems, but above all by her leadership of the annual publication of the Global Carbon Project. In addition to her research, Corinne Le Querré is committed to shape and inform climate policy. She's a respectful member of the advisory councils in both the UK and France, and also contributes to the work of IPCC. In her role as director of the Tyndall Centre, she also ensures that a new generation of climate scientists is trained. It's therefore with great pride that I stand here together with Professor Jack Middelburg as your honorary promoter. On behalf of the science community of Utrecht University, I would like to congratulate you with a well-deserved honorary degree. I now kindly invite Professor Jack Middelburg to pronounce the traditional Latin formula. Would all present please rise? Pro potestate legibus nobis concessa ex autoritate collegii studios ad summos honoris promovendi decreto itemque nobilissime facultatis scientarium terra uc pertinente ego Jacques Middelburg T. Corinne Le Querré propte insignia tura merita doctorem honoris causa pronuncio atque declaro inque te confero omni ius omniaque privilegia quae legebus fel moribus doctoribus rite creatis constituta sunt. Professor Le Querré, it's a great honor for me to congratulate you on behalf of Utrecht University and on being awarded this Utrecht doctorate. Applause. I kindly invite you to say a few words, and all present, please take your seat. Professor Rector, dear President, dear colleagues, ladies and gentlemen, I am honored and indeed thrilled to be awarded this honorary doctorate from Utrecht University on Dies Natalis on the climate crisis topic. Utrecht University is well known worldwide for its research on understanding the climate system on the one hand, and its research on working for finding solutions. I could not think of a better match for my own interests on the carbon cycle, on marine biogeochemistry, and also on advising policy makers on climate change. We live in an extraordinary period, and I would say a unique period in Earth's history. This is the period where global society has to learn to live within the limits of the planet for the first time. It is a scary period because we do not have the control individually. We only have the control collectively. But it is one of those rare periods, I think, where we have an opportunity to make a future, so let's grab it. I have seen many people rise to the challenge.
I have seen scientists work tirelessly to resolve and then expose the incredible changes that human activities are doing to the world's climate, and many are in this room. Skilled diplomats who work tirelessly to shape the texts that will make our future. The Paris Agreement on Climate is a masterpiece of diplomacy, and we have it. It brings countries together. It is already making a difference to global temperature trajectories. I have seen many politicians look for answers, and many students demand change, and I thank you. Thank you very much for that. The time to do the work, to invest, to deliver has come. And what better ways to do this than through our universities investing not only in making a difference themselves, but in social capital and understanding the climate system and understanding the action. Therefore, I want to thank particularly Utrecht University for this honorary degree, my colleagues, particularly my honorary supervisors, Jack Middelbach and Detlef van Vuren. I want to also thank warmly my research group and collaborators of the Global Carbon Project for fruitful and stimulating exchanges over the past decades. And finally, my family for their unconditional support. Thank you very much. Thank you again. Thank you very much, Professor Le Carré, for your warm and also energizing words. I now shall proceed to confer the honorary doctorate on Professor Sonia Senevi-Ratne. In this short video, Professor Mark Bierkens sets forth the grounds on which the decision to confer an honorary doctorate on Professor Sonia Senevi-Ratne is based. My name is Mark Bierkens. I'm a professor of hydrology at Utrecht University. The last few years, we have experienced an increasing frequency and intensity of extreme events, such as droughts and heat waves. An important question then is whether it is already a sign of climate change. Professor Senevi-Ratne, together with a group of students at ETH Zurich, has done pioneering research into the mechanisms leading to droughts and heat waves, both in present and future climate. Thanks to an innovative combination of observations and the results of climate models, she probed a direct link between the existence of extreme events and increasing temperatures. Her work further shows the crucial role of vegetation and soil moisture in climate change and extreme events. Professor Senevi-Ratne has also been very active in the policy climate interface, being lead author on several IPCC reports. She frequently speaks out in the media to convey her concerns about the impacts of climate change and sustainability issues in general. It is my great pleasure and honor to be honorary promoted today and congratulate you with your honorary doctorate. And I now kindly invite the other honorary promoter, Thomas Rückmann, to pronounce the traditional Latin formula. Would all present please rise? Pro potestate legibus nobis concessa, ex autoritate collegi studiosus ad summos honoris promovendi, decreto itemque nobilissime facultatis scientiarum terrae, nec non nobilissime facultatis scientiarum hyn pertinente, ego, Thomas Rückmann, te, Sonia Senevi-Ratne, propter insignia tua merita doctorem honoris causa, pronuncio atque declaro, inque te confero omne jus omniaque privilegia, que legibus vel moribus doctoribus rite creati constituta sunt. Okay. I congratulate you on behalf of Utrecht University for this wonderful honor. Applause.
I invite you to say a few words, and please, present, be seated. Dear Rector of Utrecht University, dear President, this Vice Chair, dear Dean of the Faculty of Geoscience, Professor Wilco Haseleger, the Honorary Supervisors, Professor Mark Birkens and Professor Thomas Rückmann, dear nominators, dear members of Utrecht University, and dear colleagues. I am very honored to receive this recognition from Utrecht University, a world-class university with a vibrant history and internationally leading researchers in the fields of climate and hydrological science. This is an honor I share with my colleagues who contributed to the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, in particular the authors of Chapter 11 of Working Group 1, which was dedicated to changes in weather and climate extremes. I would also like to share this honor with my group members from the last 15 years at TTH Zurich, as I was extremely fortunate to work with many talented young researchers, many of whom are now leading research groups of their own, also in the Netherlands. Finally, I would also like to dedicate this honor to my family, and in particular to my husband and my children for their love and support and for giving me a sense of purpose. The theme of today, Dies Academicus, speaks directly to my heart. The climate crisis between reflection and action. We are indeed in a climate crisis, we have heard it just now, and we should reflect about it, but we should also act about it. Indeed, why would scientists provide the best possible information to society if we are not ready to act on it? The latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change provides all the necessary facts. We know that the global mean temperature we have reached now is without precedent in more than 100,000 years. We know that our society is responsible for these changes for the most part due to the burning of fossil fuels in the form of petrol, oil, and gas. Petrol, gas, and coal, sorry. We also know that there is no going back. The CO2 emitted through the burning of petrol, gas, and coal stays in the atmosphere several hundreds to thousands of years. We know that any additional burning of fossil fuel, be it through the use of a petrol car, a plane, or heating with gas or petrol, leads to more global warming. We know that with increasing global warming, the intensity and frequency of many extreme events increase across the world. We know that in the Netherlands, as well as in the rest of Central and Western Europe, we see an increase of heat waves, heavy precipitation events, and droughts. We know that the heavy rainfall that led to flooding in 2021 in Germany and part of Belgium and the Netherlands, as well as extended summer drought in 2022 across all of Europe, were both made more probable due to human-induced climate change. We know that the extreme events we are seeing right now are much less impactful than those that we will experience in 10 years from now. We know that we could stop this ever-increasing destabilization of the climate system and the resulting increase in extreme events and associated impacts. We know that for this, we need to halve CO2 emissions until 2030 and bring them to zero at the latest in 2050. And we know that this means that we, the adults in the room, need to do something about this if we want to be able to look ourselves in the mirror at the end of our lives. So we should reflect on this knowledge and we should act. Act to make sure that science facts are known. Act to make universities example that the rest of society can follow. Act to make sure that we don't leave the young generation alone with problems we contributed to creating. Greta Thunberg famously said, "No one is too small to make a difference." This is true for each one of us. Every scientist, every professor, every student, and every citizen can make a difference because every ton of CO2 matters, every bit of warming matters, every year matters, and every choice matters. Sincere thanks for this great honor and the attention.
Thank you very much on behalf of the Utrecht University community for your warm words straight from the heart and your call for action to each and every adult in the room. Thank you very much. Dit jaar bestaat het Utrecht Studentenconcert maar liefst 200 jaar. En daarmee is het oudste symfonieorkest van Nederland. En ter ere van deze verjaardag wordt er een grootse festival en opera opgezet. En maar liefst 200 studenten werken daaraan mee, hè? Douwe, jij bent voorzitter van deze Lustrum Opera. Vertel eens, waar gaat Dr. Atomic over? Dankjewel. Dr. Atomic is een opera van John Adams en het neemt ons mee in het Manhattan Project van 1945. De Amerikaanse operatie die in het geheim de eerste atoombom ontwikkelde. En we volgen daarin Robert Oppenheimer, de wetenschappelijke projectleider, en enkele andere wetenschappers en militairen in de laatste uren voor de eerste testexplosie. De wetenschappers stonden onder immense druk van de militaire leiding om de test tot een succes te brengen. En hun twijfel en hun angsten, die staan centraal in het verhaal in deze opera. Dus niet de bom, maar de psychologische processen. Interessant. En wat maakt het nou zo'n relevant project? Dr. Atomic laat ons de menselijke creatiedrang zien en haar schaduwzijde. Creatie, ontwikkeling, onderzoek kunnen tot hele grote vooruitgang leiden. Maar wat de impact zal zijn van jouw creatie is niet altijd van tevoren te overzien. De opera roept vraagstukken op waar wij ons als studenten mee bezig zouden moeten houden, maar die voor iedereen relevant zijn. Daarom organiseren we in de Werkspoorkathedraal niet alleen een opera. We bouwen een operatheater waar we de opera Dr. Atomic met een professionele cast en crew uitvoeren. Maar we bouwen er ook een festival omheen waarin we verder ingaan op deze thematiek. En de bezoeker vanaf binnenkomst direct onderdompelen in het Manhattan Project. Zo is het een verhaal waar je niet van een afstand naar kijkt, maar waar je echt een onderdeel van bent. En in juli staan jullie op de planken. Wat moet er voor die tijd nou nog gebeuren? Nou, de Werkspoorkathedraal is een gigantische ruimte. En om onze plannen van papier die ruimte in te krijgen, zijn een hele hoop mensuren en is een hoop geld nodig. We zijn daarom hard op zoek naar vrijwilligers. Maar er is ook een crowdfunding die nodig is om onze kostuums en het decor te realiseren. Oké. We gaan nu dus een voorproefje krijgen. Waar gaan we zo meteen naar luisteren? We gaan luisteren naar de aria Am I in Your Light? De aria gebruikt teksten van de Britse dichteres Muriel Rukeyser. Ze schreef in de vorige eeuw veel over gelijkheid, feminisme en social justice. Het is het eerste moment in de opera dat we een vrouw horen en een duidelijke sfeeromslag. Hiervoor hoorden we de wetenschappers en de militairen van het Manhattan Project en was er een hele grote spanning voelbaar in de muziek. In deze hele rustige aria vertelt Kitty Oppenheimer, de vrouw van Robert Oppenheimer, aan Robert op een hele bijna profetische wijze. We duiken als het ware de psyche in van Robert Oppenheimer, zijn droomwereld, waarin hij zich afvraagt of het ontwikkelen en het gebruik van de atoombom moreel juist is. En Kitty vertegenwoordigt hier de voorstander en pleit voor het gebruik van de bom als een weg tot een eeuwige vrede. Dus vandaag Am I in Your Light, gezongen door Jasperina Verheij en onder leiding van Bas Pollard. Dat klinkt heel intrigerend. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. En dan een heel warm applaus voor het Utrecht Studentenconcert. Dankjewel. Thank you.
Zo, dat was prachtig. Ga nu over naar het volgende onderdeel. Ze zijn ambassadeurs van de Universiteit Utrecht en rolmodellen voor de studenten van nu. Ik heb het natuurlijk over de alumni van de Universiteit Utrecht. En ieder jaar wordt één van hen verkozen tot alumnus van het jaar. Ik sta hier naast Margot van der Starre. Margot, u bent vicevoorzitter van het College van Bestuur. En wat is volgens u nou het belang en de rol van alumni? Nou, een alumnus of een alumna ben je voor je hele leven. Net als eigenlijk bij je geboorte. Als je eenmaal bent afgestudeerd, ben je vervolgens alumnus, alumna voor het leven. En sommige alumni worden ook heel, heel oud en zijn ook heel bekend. Zoals Jan Terlouw, die is nog steeds een groot fan van onze universiteit en inspireert daarmee ook jonge mensen. En als u nou kijkt naar die brede doelgroep van alumni, wat voor verbindingen ziet u dan? Nou, het gaat vooral natuurlijk om het netwerken. Dus wat je ziet is dat via alumni worden bijvoorbeeld veel stages geregeld. Zij zijn ook heel goed om te vertellen wat je hebt aan een bepaalde studie, doordat ze vertellen komen wat ze uiteindelijk geworden zijn. Mm-hmm. En ja, veel later in het leven zijn het ook belangrijke donateurs. Ook niet belangrijk, niet onbelangrijk, nee. Ja. En hoe past de verkiezing voor alumnus van het jaar hierin? Nou ja, wat we bij de alumnus of alumna van het jaar doen, is dat we toch ook wel kijken naar iemand die hele bijzondere betekenis heeft gehad in maatschappelijk opzicht. En dat is ook dit jaar weer gebeurd. We zijn nu natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Nou, een heel klein tipje. Het is een vrouw, dat is leuk om te vermelden. En zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij ook een crisis in Nederland.
Niet een crisis zoals vorig jaar, de COVID-crisis. Maar dit keer wel een crisis die ook een groep mensen heel, heel diep geraakt heeft. Hij wordt ook wel affaire genoemd. Oké, nou dan heb ik al een beetje een idee. Ik ben benieuwd. Laten we kijken naar een korte video waarin de alumnus van het jaar wordt bekendgemaakt. Ze studeerde Nederlands recht aan onze universiteit. Bij het grote publiek werd ze bekend door haar cruciale rol in de toeslagenaffaire. Gedreven door rechtvaardigheidsgevoel en dankzij haar enorme doorzettingsvermogen bracht ze structurele problemen bij de Belastingdienst aan het licht. Als advocaat van gedupeerde ouders is zij van onschatbare waarde en haar inzet leidt uiteindelijk tot de val van het kabinet. Ze ontving veel nationale en internationale erkenning en daar doen wij graag een schepje bovenop. Met trots presenteren wij daarom de alumnus van het jaar, Eva González Pérez. Gelijk naar de prijs. Ja, gefeliciteerd ten eerste. Hoe voelt zo'n erkenning? Ja, het is een hele eer om hier te staan tussen jullie allemaal. Het is eigenlijk onbeschrijfbaar. Ja. Oké. Ja, ik heb gelezen dat uit uw CITO-toets op de basisschool het advies voor huishoudschool kwam. En ik vroeg me af, wat zijn uw drijfveren geweest om vanaf dat punt te komen tot waar u nu staat? Nou, ik denk dat vanuit thuis heb ik altijd de ruimte gekregen om te kunnen studeren, om iets te kunnen maken, ook van mijn leven na mijn studie. En die steun thuis, die heeft er gewoon toe geleid dat ik doorging. Hmm. En dat probeer ik eigenlijk ook thuis nu bij mijn eigen kinderen te doen. Dat zij ook gewoon zien dat het niet alleen studeren is, maar ook daarna er iets mee doen. Ja. En wat zou u aan scholieren of jonge studenten willen meegeven? Nou, ik ben niet per se iemand om iemand iets mee te geven, maar... u bent wel een rolmodel. Nou, ik zou altijd wel willen zeggen dat ook al raadt iemand jou iets af, of ook al zegt iemand tegen jou, ja, dit gaat niet lukken, of dit gaan we zo niet doen, dat je eigenlijk toch... Als je zelf van mening bent dat je het wel moet doen, dat je gewoon door moet gaan. En eigenlijk alleen maar naar jezelf luisteren. Mm. En met de mensen die het met je eens zijn, er samen voor gaan. Ja, mooi advies. Ja. Dank u wel. En als prijs krijgt u dus een schilderij waarop uw favoriete plek in Utrecht is afgebeeld. Welke plek is dat? Nou, ik had de Dom doorgegeven, de Domtoren. Oh, er is iets niet goed gegaan. Zullen we er samen even naar kijken? Want ik ga even aan deze kant staan. Oké, hij staat er wel op. Want ik had zelf in gedachten en dankzij klokkenluiders in mijn zaak is dit aan het licht gekomen. Dus ik dacht dat er 13 of 14 klokken... Of 15, maar dat weet ik niet. Veel. Ja, die symboliseren eigenlijk waarom dit naar buiten is gekomen. Mm. En ik wil eigenlijk ook deze schilderij aan de klokkenluiders opdragen. Omdat zonder deze klokkenluiders niks naar buiten was gekomen. En we nog steeds in een crisis zouden zitten. Maar dan zonder dat we het wisten. Dus daarom had ik eigenlijk de Domtoren gekozen. Misschien heb ik het verkeerd. Nee, het is een schilderij waarop in ieder geval uw favoriete plek staat afgebeeld. Zeker. Dus misschien wat minder prominent dan u had gehoopt. Maar... Nou, hij staat er heel mooi op. Oké, goed. Waar komt wil hij ik natuurlijk ook mijn echtgenoot en mijn gezin bedanken voor alle steun die ik krijg. Ook om weer de ruimte te krijgen om deze zaak te doen. Mm. Want ja, die leiden er denk ik ook onder. Ja. Ja, nou, wij willen u natuurlijk ook bedanken voor uw fantastische werk. Ja. Bedankt en gefeliciteerd. En voor alle studenten, er komt nog een college tour met Eva, waarin jullie haar alle vragen kunnen stellen die je maar wil.
Dus daar kijk ik ook zelf enorm naar uit. En voor nu geef haar nogmaals een warm applaus. Sinds 1994 reikt de Universiteit Utrecht docentenprijzen uit. Dat is ongeveer zo lang als ik besta. En de Universiteit Utrecht wil hiermee studenten aanmoedigen om hun onderwijs te blijven verbeteren. En ze daar natuurlijk ook voor belonen. Voor beginnende docenten is er de prijs Docent Talent van het jaar. En voor ervaren docenten is er de prijs Docent van het jaar. Tijdens het Onderwijsfestival op 9 maart... zijn de winnaars bekendgemaakt. En dat zijn dit jaar Serena Di Palma en Peter Pelzer. Kijkt u mee naar hun video. Hoi allemaal, ik ben Ilja Timmermans en ik ben assessor 1 der UPSV Unitas Firm Zuid-Korum. Dit jaar heb ik Serena Di Palma genomineerd voor de Docent Talentprijs. Met heel veel plezier hebben we samengewerkt de afgelopen tijd. Dus Serena, gefeliciteerd. Thank you very much, Ilja. It's only because of your enthusiasm, motivation, nomination and professionality that we won this award. I also want to thank students for Unitas Pharmaceuticorum, the student association, and all my colleagues and students from the Department of Pharmaceutical Sciences. It's only because of your energetic support that I won this award. Mijn naam is Robert Plezier en ik ben commissaris onderwijs van VUGS. Dit jaar heb ik Peter Pelzer mogen nomineren voor de Docentprijs 2023. En Peter, van harte gefeliciteerd met de winst. Ontzettend bedankt voor de voordracht. En natuurlijk ook bedankt aan alle collega's van het departement Sociale Geografie en Planologie en de Urban Future Studio, met wie ik de afgelopen jaren ben opgetrokken en die me ontzettend hebben geïnspireerd. Dit jaar heb ik Serena Di Palma genomineerd voor de Docent Talentprijs, omdat zij in de hele korte tijd een hele grote positieve stempel heeft weten te drukken op haar manier van onderwijzen. Zij doseert namelijk op een manier die super interactief is, waardoor er veel vragen gesteld worden, studenten betrokken worden bij alle discussies, waardoor zij niet bang hoeven te zijn om vragen te stellen of om fouten te maken. En het is dus echt die gezamenlijke, open en hele fijne sfeer waardoor zij zo geliefd is bij onze studenten. In my teaching style, I always use active teaching and learning methodologies. Basically, the students are the actors and the key players of the learning scenes. I always ask them a lot of questions. I drag them into the discussion. Searching for the right answer is much more important than knowing the right answer. They also know that sometimes there are multiple correct answers. So that's all part of our fun. De reden dat ik Peter heb genomineerd voor deze prijs is omdat hij echt een duidelijke visie heeft voor de toekomst. En daarbij de student wil laten zien dat zij invloed hebben op die toekomst. Hij doet dit door vooral de praktijk naar de les te brengen. Maar het komt ook ter uiting door bijvoorbeeld de podcast of een essay die hij heeft geschreven ter ondersteuning van de lesmaterialen. Dit is heel bijzonder, omdat binnen de planologie staan we eigenlijk aan de voet van de toekomst. Dus alles, de keuzes die wij nu maken, zijn van invloed voor over 50 jaar. Dat is de reden waarom Peter echt deze prijs verdient. Kernvraag in de planologie is: wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de lange termijn? En samen met studenten probeer ik een antwoord te formuleren op die vraag. En dat doen we door een podcast, door een rollenspel, door een museum van de toekomst. En ik vind het een voorrecht om dat te mogen doen, om de toekomstige generatie planoloog en sociaal geograaf, om die te mogen onderwijzen. Congratulations, Peter and Serena. How does it feel to get this acknowledgement? It's really incredible. Incredible. It's for me, really the best award I ever received in my life. And that's so meaningful. Fly very high above the clouds of Utrecht for the happiness. And I feel honored not only because I received these awards among many other talented teachers, but mostly because it comes from my students.
Yes, of course. They had a lot of beautiful words for you. And you only work here for 2 years, right? So it's I think it's very special to already win this award. And if I understood correctly, you studied in Italy. Then you did your PhD defense in Utrecht. You worked in Zurich. And now you came back to Utrecht University. What made you come back? I like traveling. No, no, there are many reasons for me to come back to the Netherlands. Unfortunately, the weather is not one of those. But in general, already when I was here as a student, as a PhD researcher, I really liked the working environment and the atmosphere. This really fits my style because it's always open, inclusive, international. And they really value also ambitious and motivated people and women. Mm-hmm. And in this country, I can really be myself. I can be ambitious without being scared of saying that. Wow. But I also can be fragile because I'm a mother with 2 kids and I can perfectly combine my work with my personal life. So yeah, those are for me the most important reason for being here. I feel really welcome in this country. So this is great. My second home now. Yeah, so you can bring your whole self to work. That's really good to hear. Peter, you on the other hand have been working for Utrecht University for more than 10 years now. Yeah, indeed, 11 years. 11 years. Yeah, yeah. What do you enjoy so much about teaching here? Yeah, I think this is a university where teaching is really appreciated. And it's often said that teaching is important, but Utrecht University actually takes teaching very seriously. And I think this award is testament to that, the work put into that, and the education festival that was organized. So yeah, I feel really that this is the place where teaching can make a difference. And I've been working here for 10 years in the Faculty of Geosciences, but I've been at different spots in this faculty. And it's an interdisciplinary faculty. And to me, that's really interesting that you can learn from physical geographers, energy experts, transition scholars, and then I, as a spatial planner, can all feed that into my expertise. Wonderful. And today's theme is the climate crisis. And I heard that is a very important theme for you as well, very close to your heart. How does it impact your work? Yeah, so the Canadian novelist Margaret Atwood once said, climate change is everything change. And at least for my field, spatial planning, I think that's very true. So Lisbeth, professor van de Grift, showed a nice picture in the beginning of her talk of a kind of a plan for a village. And that's, at least in planning, how we were thinking about the future, right? That it's almost like an empty sheet of paper where you can plan accordingly as humans. Mm-hmm. But now nature is starting to speak back. And if you just look at the Netherlands, this country, well, we have to think, well, where are we going to build those million houses that we want to build with rising sea levels, weather extremes, of course. So what you see in my discipline is that different temporal logics, if you will, so the short term and the long term, are colliding. And yeah, that 10 years ago, that was not the case in my field. So it has really, both personally and also professionally, impacted me. So if we speak about change, how could education at Utrecht University be organized in a way that it is an adequate response to the climate crisis? Yeah, so I think it was well said before. Huh? There's urgency and we need concerted effort. We need interdisciplinarity. We perhaps need transdisciplinarity, so collaboration with stakeholders. And at the moment, there are some discussions in the strategic theme, Pathways to Sustainability, about the idea of a sustainability academy. So kind of an entry point into all the bachelor programs, courses, master programs, PhD courses, but also continuing education. Yeah, how does a policymaker here at the Stadskantoor, the municipal building, what could he or she or they learn from our expertise? And I think that would really be a step forward, that there's one place where you can find everything about education in relation to the climate crisis or sustainability at large. And then also really thinking about, well, the public engagement or public pedagogy, as some call it. So how can we have a continuous conversation with the city, with the country about our work and not only kind of conveying insights that we gather from research, but also letting society speak back and shape our course of action. Yes. So a sustainability academy, that would be my plea.
You have a lot of ideas about this. I hope we can put them into action after this Dies Natalis. Thank you both very much, and congratulations once again. A warm applause for the Teacher of the Year and Teacher Talent of the Year. Thank you. So, we are almost at the end of this celebration. It was a pleasure to host this Dies Natalis once again, so I would really like to thank you all for your attention. My job is done, but it's not over yet. So, for a few final words, I would like to invite to the stage the president of the executive board of Utrecht University, Professor Anton Pijpers. Give him a warm applause. Dear guests, beste studenten, collega's en alle andere gasten. Voordat we ons naar de receptie begeven, nog een kort slotwoord. Congratulations again for our honorary doctors, de onderwijsprijswinnaars en onze alumnus van het jaar. Als universiteit wilden we vandaag, juist tijdens onze verjaardag, stilstaan bij het klimaat en daarmee onze toekomst. Hoe zorgen we dat we over 387 jaar nog steeds de verjaardag van de Universiteit Utrecht kunnen vieren en dat we tegen die tijd niet spreken van Utrecht aan zee of nog erger, dat Utrecht een soort Atlantis is geworden? Ik hoop dat de diersrede van Lisbeth van der Grift u inzicht heeft gegeven over waarom wij in actie komen tegen de klimaatverandering. En welke verandering is er binnen de universiteit nodig en mogelijk? Ik neem mee dat de woorden die we als college van bestuur kiezen nog belangrijker zijn dan ik al dacht. En vooral de acties die eraan ten grondslag liggen. Het is dus niet alleen belangrijk dat we vandaag als bestuur het woord klimaatcrisis in de mond nemen. Maar ook dat we als organisatie de stappen nemen die erbij passen. Zoals de discussies die we voeren die eerder genoemd zijn en deze dag. En ik zie gelukkig op veel plekken binnen de universiteit dat collega's en studenten concrete stappen zetten. Passend bij, zoals Lisbeth zei, zelfreflectie, geen business as usual en actie. Goedemiddag. Zo hebben we ons vlieggedrag aangepast. We kijken nog kritischer of een werkreis noodzakelijk is of dat de meeting ook online kan. En als we op reis gaan, doen we dat binnen een straal van 700 kilometer, echt met de trein in plaats van het vliegtuig. En de meerkosten mogen geen reden meer zijn dat niet te doen. En als je, zoals Peter Kuipers-Munningen, Aletta Huizinga en ondergetekende, ook veel langere reizen met de trein wilt maken, top, volg ons. Een ander voorbeeld. Onlangs hebben studenten het initiatief genomen voor het Utrechts Studentenbomenfonds. Met dit fonds halen studenten geld op voor boomplantprojecten in de omgeving van Utrecht en elders op de wereld. Ze zullen op die manier een steviger bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Tijdens de receptie straks lopen er studenten rond die zullen vragen of u op enige wijze wilt bijdragen aan dit initiatief. En daarnaast hoop ik dat u straks onder het genot van een drankje nog verder praat met elkaar over wat u vandaag heeft gehoord over zo'n belangwekkend thema. En dat we zo de grenzen doorbreken die er soms tussen vakgebieden zijn, zoals Lisbeth in haar speech beschreef en gezegd heeft, daar is juist bij de borrel een kans voor om het daarover te hebben. En dan kondig ik nu graag het Utrecht Studentenconcert wederom aan. En zij zullen het universiteitslied ten gehore brengen, waarvan we hopen dat u allen het refrein in volle borst mee kunt of zult zingen. En ik dank u allen voor uw aanwezigheid. Heel veel dank.